Dag, uh, wij zijn uitgenodigd door Esri om uh, vandaag iets te vertellen over het uh, veranderproces uh, waar we mee bezig zijn in ons uh, bedrijf. Uh, voor gebiedsontwikkeling uh, uh, willen wij steeds meer gebruik maken van uh, digitalisering om ons werk uh, in dagelijkse praktijk te verbeteren. En uh, daar gaan we wat over vertellen. Uh, mijn naam is René Volkerts. Ik ben uh, projectmanager bij uh, Schiphol Area Development Company (SADC). En uh, naast dat ik projectleider ben van uh, twee projecten, uh, uh, coördineer ik ook de implementatie van uh, ArcGIS in, orse, in onze organisatie. Mijn naam is Baukel Veenstra. Werkzaam bij MUG-Ingenieursbureau als senior adviseur GeoICT. En ik ondersteun Reinier uh, in de dialoog die we hebben bij SRDC om de, alle antwoorden op de vragen uh, die we hebben naar boven te halen. Ja. Nou, ik wil vooral Delen uh, wat voor lessen wij aan het leren zijn in het proces waar we ons ook nog midden in bevinden. Uh, het is echt een veranderproces uh, waar, uh, waar we het hele bedrijf voor nodig hebben. En, um, en ik wil dus eerst uh, kort vertellen wat voor opgaven we eigenlijk zien als SRDC in uh, deze digitalisering. Uh, vervolgens onze aanpak uh, en uh, uiteindelijk de proof of the pudding. Uh, de gereedschapskist die wij aan het maken zijn uh, voor onze collega's om uh, betere projectmanagers te zijn. Uh, eerst kort wat, kort wat over SADC. Uh, de naam zegt het al, Schiphol Area Development Company. Uh, wij ontwikkelen uh, bedrijfsterreinen rondom Schiphol. Uh, uh, wij zijn opgericht uh, door onze aanhouders om, uh, om de, uh, het economisch potentieel van de stad en de luchthaven te optimaliseren. Uh, uh, en vooral als uh, partijen de krachten te bundelen en uh, meer uh, uh, maatschappelijk rendement uh, uh, te verkrijgen. Uh, en de concurrentiepositie van de regio, en uh, ook met name de Schipholregio, uh, te versterken. Uh, ja, zowel in de regio, maar ook uh, over de grenzen heen. Uh, um, we hebben vier gelijkwaardige aandeelhouders: uh, de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Amsterdam, uh, de provincie Noord-Holland en uh, Schipholgroep. Uh, uh, met onze participaties, uh, een, een, een aantal bedrijventerreinen, uh, proberen wij uh, enerzijds financieel rendement uh, te bereiken. Uh, maar eigenlijk nog belangrijker is het uh, maatschappelijk rendement wat wij willen toevoegen aan een regionale economie. Um, dat gaat in abstracte termen over concurrentieposities, de concurrentiekracht van een regio. Maar heel concreet gaat het ook over banen creëren, uh, om een uh, duurzame inpassing van bedrijventerreinen te realiseren. En uh, ja, wij proberen dat ook echt uh, handen en voeten te geven, uh, om uh, die meerwaarde voor onze aandeelhouders uh, en onze omgeving uh, te realiseren. Um, dit is dan de, de Schipholregio en uh, Amsterdam zoals jullie zien. En uh, we hebben een aantal bedrijventerreinen daar. Uh, Polana Park, Business Park amsterdam osdorp uh, de president Schiphol Trade Park, Schiphol Logistics Park um, en uh, Batoeven Zuid. Dat zijn onze uh, primaire locaties. En um, dat ontwikkelen wij. Um, uh, wij uh, zijn mij ook altijd in gesprek met uh, de haven van Amsterdam. Uh, de databoard Amsix, omdat dat uh, een belangrijke economische drijver is in de economie tegenwoordig. Ook de Greenport uh, en natuurlijk uh, Schiphol zelf. Ja, en wat is onze opgave nou uh, uh, waar ook het MUG ons uh, bij helpt om, uh, om nou eigenlijk uh, vorm te geven? Uh, nou, we hebben ontzettend veel data, uh, die ook vaak geografisch is. Um, uh, maar we lopen er toch ook steeds tegen aan dat we um, uh, die data um, uh, niet altijd even goed kunnen ontsluiten, en vooral dat wij potentie zien in het combineren van bepaalde data. Ja, dan kun je denken aan uh, tekeningen van onze uh, terreinen of van plannen van klanten, um, maar ook over informatie van de partijen die daar al zitten. Uh, informatie over vastgoed bijvoorbeeld. Um, en door dat te kunnen gaan visualiseren en te combineren, willen wij uh, veel meer inzicht krijgen in uh, hoe wij uiteindelijk betere terreinen kunnen ontwikkelen. Um, um, dus de GIS-software die, uh, die wij dan ook van ESRI afnemen, die, die biedt dan echt uh, uh, een soort platform om dat te organiseren. Um, en, uh, en dus niet alleen in het dagelijks werk, maar ook uh, voor um, uh, de verantwoording aandeelhouders en het uh, betrekken van de omgeving. Um, dus onze opgave hierin is echt vanuit onze eigen bedrijfsprocessen en, en processen in onze organisatie uh, te komen tot uh, wat wij dan noemen een gereedschapskist uh, om, uh, nou, om, om ons werk dus eigenlijk beter uh, uit te oefenen. En uh, ik begin ook al meteen even met de geleerde lessen. Um, uh, ja, wij zien het echt als een veranderproces... Uh, waarin wij onze bedrijfsprocessen, uh, onze mensen en uh, onze systemen... Uh, uh, als geheel beschouwen om, uh, om de meerwaarde die uh, GIS-software biedt... Uh, echt uh, te, te ontsluiten. Um, en, um, en, ik, en ik wil ook echt benadrukken dat de, de menselijke factor hierin uh, heel erg belangrijk is. Uh, mensen hebben een eigen werkmethode... Uh, uh, mensen zijn gewend om op een bepaalde manier te werken, en, uh, en uh, vaak als je dan toch begint over nieuwe manieren om hun werken uit te oefenen, uh, nou, dan kijken ze misschien even de kat uit de boom of zijn het er soms ook mee oneens. En uh, door het te zien als veranderproces, dus niet zomaar hup, iets te implementeren en ervan uit te gaan dat het goed gaat, uh, moet je mensen echt meenemen. En het is een proces van co-creatie. Uh, dus als je zoiets in je eigen organisatie op wil pakken of je bent er al mee bezig, dan, uh, dan is dit echt wel een van de belangrijkste, denk ik. Je um, moet ook echt beheer, uh, beredeneren uit bedrijfsprocessen en de behoeftes. Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld redeneren uit data of applicaties. Um, uh, maar echt kijken van uh, hoe gaat het nu? Uh, uh, wat voor gereedschap wordt hier nu voor gebruikt? Uh, en kunnen wij een beter gereedschap uh, bedenken om de mensen... Uh, uh, nou, hun werk leuker en makkelijker en ook veiliger te maken. Um, um, en wij zijn ook zo ingesteld dat we ja, toch vanuit een praktische denkwijze... snel naar prototypes uh, willen, uh, zodat je ook gewoon uh, snel weet wat je eraan hebt... Uh, snel goed verder kan prioriteren en, um, en uh, uh, ja, snel resultaat ziet. En daarmee worden mensen het best overtuigd uh, in mijn ervaring. Um, we merken ook dat regie op data heel belangrijk wordt... Uh, uh, en uh, dat wij ook soms eigen datamodellen moeten bedenken waar nodig. Um, wij hebben toch een hele ja, gespecialiseerd vakgebied in een, uh, in een drukke omgeving en onze informatiebehoefte uh, ja, die is waarschijnlijk heel anders dan de informatiebehoefte van een gebiedsontwikkelaar in een uh, ander gebied van het land. Uh, misschien wel de vergelijkbare thema's, maar de manier waarop je uh, van data naar een product komt, dat is wel echt, uh, echt maatwerk en dat is ook wel belangrijk om te beseffen. Um, ja, en wij zijn als SEDC een, een regieorganisatie. Dus de projectleiders en de projectmanagers uh, zitten in-house. Maar um, specialismen huren wij in. Uh, dus van de ingenieursbureaus uh, uh, tot plan-economen, die huren wij in. Um, en zo hebben we dat ook bij uh, dit proces gedaan. Um, uh, wij hebben echt een partij nodig gehad om uh, hier met ons mee te denken, uh, uh, zich als partner op te stellen en uh, voor lange termijn betrokken te zijn, uh, ook voor de stabiliteit. Uh, um, dus ja, uh, wij hebben dat uh, ingehuurd. Uh, en, ja, en ik begon er al mee: draagvlak in de organisatie. Uh, betrek mensen. Uh, dat is ook niet altijd even makkelijk, want soms heb je ook een product wat misschien half af is. En uh, dan vind je dat misschien eng. Maar het is toch goed om, uh, om uh, dat op te gaan zoeken en uh, dat samen te gaan doen. Ja, dan ga ik even heel kort vertellen wat wij nou als SLDC precies doen en hoe de gereedschappen daarop aansluiten. Uh, in uh, gebiedsontwikkeling uh, heb je uh, grofweg drie fases. Je hebt de voorbereiding, de realisatie en, uh, en het beheer. Uh, en ja, elke fase vraagt echt iets anders uh, uh, van je projectteam. Um, en uh, daarop uh, moet je met je gereedschappen natuurlijk inspelen. Um, uh, om het nog ingewikkelder te maken, die drie fases kunnen ook tegelijkertijd voorkomen. Dus, uh, dus dat betekent dat je, uh, uh, ja, je applicaties daarvoor geschikt moeten zijn. Um, en wij hebben een aantal gereedschappen uh, uh, samen met uh, Mugni uitgewerkt. Um, eigenlijk om de verschillende uh, belangrijkste thema's uh, die in ons dagelijkse werk spelen uh, uh, te dekken. Um, dus dat is inderdaad inzicht in je eigen bedrijfterrein en wie daar eigenlijk zit. Um, maar ook de kaders die je nodig hebt om samen met je klant tot een uh, ontwerp te komen en tot een omgevingsvergunningsaanvraag. Uh, je hebt natuurlijk je onderzoeken van je uh, ondergrond, bovengrond en uh, alles wat daaromheen is. Uh, maar ook heel belangrijk is je overzicht uh, van je civiel-technische uh, uh, situatie. Um, dus welke werken gaan wij wanneer aanleggen, met wie, hoeveel kosten die? Um, en zelfs meerjarig tot uh, tientallen jaren naar voren, zodat we uiteindelijk ook onze grondexploitatie, wat ons, uh, onze, een van onze belangrijkste uh, documenten is, of belangrijkste onderdelen. Uh, dat je daar heel erg um, ja, gericht sturing aan kan geven. Um, en door het te combineren dus met die uh, civiel-technische info, die zometeen ook uh, Bauco zal laten zien, kunnen wij dat proces veel scherper uh, uh, in de praktijk brengen. En tot slot heb je beheer en onderhoud. Um, um, dan gaan wij samen met de Parkmanagementvereniging kijken wat is de opgave voor dit jaar en komende jaren is. Um, en uh, kunnen we daar een goede inschatting van maken. Maar eigenlijk al deze uh, gereedschappen hebben we eigenlijk ook wel derde partijen nodig. En Bauke zal ik zo meteen een voorbeeld geven van hoe we dat met een van onze samenwerkingspartijen hebben opgepakt. Um, maar eigenlijk elk onderdeel is een, uh, is een resultaat van co-creatie. Daarnaast zijn we ook bezig uh, met de digitale twin. Uh, waar de gereedschapskist uh, zich dus echt richt op het dagelijkse werk in de praktijk nu, uh, uh, is de digitale twin erop gericht om uh, voor wat wij noemen het NTRNL-gebied, dat is de Verlengde Noord-Zuidlijn richting Schiphol, om de ontwikkelpotentie van die ontwikkeling in kaart te brengen. En om steeds te schakelen uh, uh, op, uh, op wat voor domeinen die voor ons van belang zijn. Dan heb je het over economie, vastgoedmarkt en uh, duurzaamheid. Om daar eigenlijk waardeoptimalisatie te creëren. Uh, omdat wij daarmee ook de uh, ontwikkeling van de Noord-Zuidlijn uh, nou, naar een nog hoger plan kunnen tillen. Door het te combineren met gebiedsontwikkeling. En het digitale twin uh, vormt voor ons daar echt een uh, heel belangrijk uh, instrument in die we ook in samenwerking met andere partijen uh, aan het uh, ontwikkelen zijn. En, um, uh, en dat, is het, dus, dat is dus veel meer naar de toekomst nog gericht. Ja, tot nu toe hebben we al een aantal stappen gezet. Uh, uh, heel belangrijk is natuurlijk de verkenning van je behoeften. Uh, wat je eigen opgave nou precies is en wat voor software daar nou precies bij past. Nou, wij zijn al snel uh, bij ArcGIS terechtgekomen. Dat is toch, uh, uh, zien wij het uh, meest gebruiksvriendelijk voor, uh, uh, met name in de webinterface. En um, dus we kwamen heel snel op uit. Um, maar we hadden ook al vrij snel door dat we een partij nodig hadden om ons te ontzorgen. Um, uh, daar hebben we, daarvoor hebben we een aantal ingenieursbureaus gevraagd en een aantal ICT-partijen, geo-ICT-partijen. En uh, dus ook een Mug, wat er eigenlijk een beetje tussenin zit. Um, en uh, ja, daar um, hadden we gewoon een enorm goed gevoel bij. Uh, hele concurrerende partij, um, um, die heel graag met ons samen willen, werkte, willen werken. En, uh, en volgens ons ook het beste antwoord op onze vraag kon geven. En, uh, dus daar was uh, heel snel heel veel vertrouwen. Um, en waar we nu mee bezig zijn, is uh, voor twee van onze projecten um, een platform op te zetten met de gereedschapskist uh, die ik net heb toegelicht. Um, zodat we daarmee in de praktijk ook kunnen gaan werken. En dan, als dat allemaal goed gaat, dan gaan we het uitrollen naar de andere projecten. En dan uh, kan eigenlijk onze hele organisatie daarmee gaan, uh, gaan werken. Um, nou, we hebben uh, een datamodel uh, gemaakt. Um, uh, nou eigenlijk een selectie van informatie die voor ons van belang is, uh, zowel nu als in de toekomst. Uh, uh, voor zover we dat kunnen inschatten. Um, en ook vooral te beginnen met data in het platform te importeren. Um, en we hebben dus de eerste stappen van de uitwerking van die gereedschapskist uh, inmiddels ook gerealiseerd. Dan. Uh, kan Bouken nu uh, kort een demo geven over uh, ja, hoe ziet die gereedschapskist er op dit moment eigenlijk uit? Dankjewel. Ja, dankjewel Renier. Uh, ja, ik zal een aantal zaken vertellen. Uh, we maken gebruik van ArcGIS Online. Uh, ik zal een aantal demos geven uh, van uh, services die we gebruiken of data die we gebruiken en tools die ingericht zijn. Uh, daarbij maken wij uitgebruik van uh, drie uh, soorten categorieën. Uh, beschikbare services die algemeen uh, vrij beschikbaar zijn. Uh, Specifieke services en samenwerking. Het zijn uh, services die door andere partijen gehost worden die ons geconsumeerd worden in portalen. Uh, en het zijn services die, on die onszelf aangemaakt worden uh, en beheerd worden in Archis Online. Ik laat nu een voorbeeld zien van de, de gereedschapskist die gemaakt is. Uh, dit is een uh, experience builder uh, in ArcGIS Online, uh, waarin een aantal K-producten zijn gerealiseerd uh, die voor de gebruikers uh, ja, een, een snelle toegang geven tot uh, de applicaties. De eerste die ik zal laten zien is een overzicht uh, over alle parken van de beschikbaarheid van perzelen. Uh, uh, die zien we hier. Ik zal even springen naar het uh, park Polanen Park, waar we dan hier uh, projectleider van is. Uh, in het overzicht zien we snel uh, welke perzelen eigenlijk nog beschikbaar zijn, welke perzelen uh, al uitgegeven zijn uh, en welke gereserveerd zijn. Uh, en ook het dashboard is ook interactief. Uh, dus we kunnen ook gaan klikken welke uh, perzelen eigenlijk gereserveerd zijn. Dat zijn deze perzelen. Maar er kan nog gekeken worden naar wanneer zijn welke percelen eigenlijk verkocht en in welke jaartallen. Dus welk perceel is in 2014 verkocht, of welk perceel is in 2020 misschien recent verkocht. En ook eens aangeven wat de verwachting is van de uitgifte van de kabels. Wanneer welk perceel verkocht zal worden. Dit is het eerste voorbeeld. Dit is nu geladen voor één park. Het tweede park zit er ook in en daarna zal het doorgerold worden naar de andere parken. Uh, een ander voorbeeld die ook uh, weer percelen betreft, is een tweede tool die ook in de gereedschapskist zit. Is, uh, uh, eigenlijk zien we dezelfde ondergrond, zien we weer Pelane Park. Uh, en we zien nu de percelen die uh, voor een deel beschikbaar zijn, voor een deel gereserveerd zijn. Uh, uh, en wat er nu de, de mensen kunnen doen, is samenspraak uh, met de klant: een uh, dialoog voeren over welke percelen beschikbaar zijn. Maar mogelijk wil een klant ook een deel van het de perceel uh, kopen, of hebben ze interesse voor een deel. Uh, wat er dan gedaan kan worden, is dat er een eigen kavel ingetekend kan worden uh, door middel van de tooling in ArcGIS Online. Uh, de rest van de informatietransitie van de uh, sales uh, wordt bijgehouden in Salesforce. Uh, er wordt ook gewerkt aan een koppeling met Salesforce. Uh, dus we hebben wel bepaalde kenmerken die we opnemen van de kavel. Uh, dat een conceptafspraak uh, is. Uh, de klant uh, kan uh, kan mug zijn die daar een perceel aankoopt. Datum staat zijn kan nu, uh, maar we hebben wel vast een ID opgenomen voor, uh, voor salesforce om, uh, om een koppeling te kunnen leggen. En op die manier kan wel, is wel duidelijk uh, welke percelen uh, waar mogelijk al interesse voor is uh, en welke percelen uh, uh, waar gesprekken lopen. Een derde voorbeeld is het voorbeeld over uh, het terrein en meer de, de terreininrichting. Uh, zoals Ranier al aangaf uh, is al nagedacht over een stukje datummodel. Uh, we hebben een datamodel wat uh, past binnen IMGO IMBOR, uh, omdat we ook uh, doordenken richting het uh, beheer. Uh, maar uh, daarnaast hebben we ook andere kaartlagen opgenomen in deze applicatie. Uh, wat voor SLC uh, uh, en waarschijnlijk ook voor andere partijen vaak van belang is, is natuurlijk uh, de kaastrale perzelen. Uh, maar is bijvoorbeeld ook uh, uh, klikinformatie. Wat we als we gedaan hebben is uh, de kaastrale data hebben we uh, opgevraagd uh, en ook ontsloten in de, in de viewer. Uh, dus we kunnen nu eenvoudig kunnen we een kaartlaag gaan bevragen en wie de eigenaar is van een van een perceel. Uh, maar meer interessant is misschien de uh, informatie ten aanzien van uh, de kastraler data die eenvoudig gecombineerd kan worden. Uh, deze, uh, zodra deze data uh, de klikinformatie is aangevraagd, uh, deze informatie is beschikbaar gemaakt in het portaal uh, en dat maakt het toegankelijk voor alle medewerkers binnen uh, binnen RZDC. En dat is handig om te weten waar de kabels en leidingen liggen natuurlijk. Als er een bepaald gebied ontwikkeld gaat worden, als er gebouwen geplaatst gaan worden, moet er gerekening gehouden worden met de bestaande infrastructuur. Dus inderdaad ook deze data is opgenomen in de online omgeving. Dit is erg belangrijk. Hier kun je natuurlijk heel wat faalkosten mee voorkomen als je al weet welke kabels en leidingen er liggen. Uh, en ook kun uh, je rekening houden met je treinrichting. Dat je bepaalde uh, treinrichtingen anders uh, inricht. Uh, waar kabels en leidingen liggen uh, uh, voor het gebruik. Ja, wat jij uh, laat zien, uh, Bouwke. Dat is echt uh, uh, ontzettend uh, functioneel voor ons om gesprekken met klanten uh, te structureren. Uh, we kunnen heel makkelijk laten zien: van nou, waar zitten de uitleggers van het riool? Uh, uh, waar liggen de stroomkabels waarop je aan moet sluiten? En dat maakt een overleg over. Uh, uh, het technisch ontwerp bijvoorbeeld gewoon heel gemakkelijk. Um, maar ook de functionaliteit, intekenen waar je kavel is, uh, uh, ten aanzien van bijvoorbeeld uh, uh, zaken in het bestemmingsplan. Um, ja, hiervoor konden wij dat niet. Dan, uh, dan, dan zat je in het op ruimtelijke plannen uh, een beetje moeilijk te doen. En, uh, en kon je eigenlijk niet precies zien hoe verhoudt je kavel nou precies ten opzichte van de, de, de randvoorwaarden die er gelden. Um, maar ook uh, uh, de eerste demo die uh, Bouke al liet zien... Uh, dit is voor ons management ook ontzettend handig, want um, hiervoor moet je voorstellen: um, waren er uh, een aantal Excel-bestanden en, um, uh, en die gaan dan een tijd terug, maar je wint niet helemaal precies of die uh, informatie uit 2012 of 2013 nou precies klopt. En nu heb je gewoon één waarheid um, uh, die gewoon uh, klopt. En uh, nou, dat is uh, gewoon ontzettend fijn en je twijfelt niet meer aan de informatie die je voor je hebt. En zoals Bouke zegt, uh, je voorkomt gewoon faalkosten omdat je zaken die je, uh, die je echt moet weten, gewoon in een vroeger stadium uh, eigenlijk te weten komt. En, uh, en op deze manier willen wij onze informatie dus uh, veel minder uh, laten fragmenteren en uh, uh, in een vroeg stadium dus met klanten kunnen bespreken. En uh, ja, uiteindelijk leidt dat tot een betere gebiedsontwikkeling, tot blijere klanten uh, en ook uh, uh, voor blijere collega's. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En. Uh, ja, we gaan ook graag ook nog met u in gesprek als u vragen heeft hierover. We, hebben, we, we willen altijd heel veel vertellen hierover en dat gaan we gaan ook nog graag doen. Dus graag beantwoorden we al uw vragen. Vragen zijn welkom die u heeft.